Goedemorgen iedereen, we zijn vandaag 1 februari. Welkom bij de Fairtraders groep, Fairtrader kanaal, hoe dat je het ook wil noemen. Eerst en vooral, like deze video, abonneer u op ons YouTube kanaal en maak ook lid op ons Telegram kanaal, waar wij onvoorwaardelijk hopelijk toch goede inzichten kunnen meegeven. Welkom bij deze macro-analyse. We zijn officieel februari. We kunnen dus officieel conclusies trekken. Daar komt het op neer ten opzichte van hoe zijn we gesloten vorige maand en wat kunnen we verwachten. Ik ga beginnen met een mooi inzicht. Dat is rond de momentummeter. Daar spreken we al heel veel over en heel vaak over. Maar het is ook gewoon een simpele en toch effectieve tool. En dat is eigenlijk waar ik nu even toch wil gaan bij stilstaan. We zien buy labels, we zien sell labels en ik heb deze even uitgemapt. Als we kijken naar elke buy label, elke groene verticale lijn is stemt overeen met een buy label. Elk oranje lijntje is een strong buy label. En dan hebben we een blauwe lijn, dat is eigenlijk een mislukt buy labeltje. Als wij daarvan de statistieken gaan uitfilteren, dat is hetgeen waar we naartoe willen gaan, dan gaan we het volgende gaan zien. Als wij bij buy labels hebben we er in totaal 9 geslaagd zijn. Elke buy label of het gemiddelde percentage van deze labels heeft een hit rate van 88%. Dat wil zeggen, als er een buy label komt, dan heb je 88% zekerheid dat ook effectief een goedkoop moment is. Best wel een heel hoge hit rate. En als wij daar de sell gaan bijnemen, die gaan we straks ook gaan aanvinken. Elk signaal, zowel buy en label, geeft ons een hit rate van 80% geslaagde signalen. 8 op 10 mensen is heel, heel veel. Als we kijken naar die buy labels en we kijken naar de gemiddelde stijgingen, ik heb ze hier ook neergepind, telkens malen genomen van de buy labels, enkel van de buy labels, en gemeten van de body closes vanaf de buy label tot de top zelf, hebben we een viertal gebaseerd op de buy labels stijgingspercentages. Als we deze gaan uitmappen, gaan we dus ook hier een interessante expansie of gemiddelde expansie tegenkomen. In andere woorden, elk buy label die geslaagd en gemeten is, die viert dus, die geeft ons een gemiddelde stijging van 1784,07%. En zet Bitcoin neer voor nu, mochten we puur alleen het gemiddelde gaan nemen, dan ga je zien dat Bitcoin zou kunnen, volgens deze statistieken, eindigen, deze hier, op en rond de prijs van 303.071 dollar per Bitcoin stuk. Ik zeg niet dat dit gaat gebeuren, maar puur alleen gemeten vanuit de gemiddelde zou eigenlijk Bitcoin over tijd, uiteraard over tijd, op weg kunnen zijn, op weg kunnen gaan tot en met zelfs 303.000. We gaan het zien als het een meerwaarde is geweest, deze uitmetingsstatistiek of filter van de filters gaan we waarnemen. Ik ga dit meegeven, maar wat onthouden vooral is, hoogstwaarschijnlijk, en eigenlijk met bijna heel grote zekerheid, is de macrobodem in voor nu. Wat dat niet wil zeggen dat we niet meer naar boven of naar beneden kunnen, maar ik denk dat je het plaatje wel snapt. Als we kijken naar de sell labels, ik ga de buy labels even uitvinken, als ook de stijgingen, waar staat dat hier? Dan hebben we enkel alleen de sell labels nu gepinpoint. Paars is niet geslaagd, rood is wel geslaagd, ook gemeten van bodem tot top. Hier is 0% geslaagd. Dit was een goede short tot aan zelfs het volgende buy labeltje. Ook hier terug gemeten, en dat is belangrijk om te weten, gemeten van de bodies, dus niet met de wicks gemeten. Het kan ook met de wicks, absoluut, maar ik heb hier nu gewoon gekozen zonder reden om de bodies te nemen. De gemiddelde dalingen
brengen ons neer op 47,37%. Het is nu niet relevant, dus ik ga Bitcoin ook niet uitmappen met een daling van 47%. Waarom niet? Omdat we niet in deze situatie ons beheven. Met andere woorden, het is niet relevant momenteel. Heel interessant, zeer simpel, maar toch een gedegen inzicht over wat we kunnen verwachten voor Bitcoin de komende maanden, met, als het ons lukt, de gemiddelde expansielabels zou Bitcoin kunnen brengen, dus tot $303,000 per Bitcoin-stuk. Mooi om mee te nemen. Hoe zijn we geclosed? De traditionele uitmapping, ik zal het nu op een Belix-grafiek doen voor het gemak. Dan zie je dat de momentummeter, of dat de prijs aan de bovenkant van de momentummeterband zit. Veelal zal dit eerst dienen als zijnde een tijdelijke steun, of misschien een tijdelijke weerstand tenminste. Waar kan Bitcoin ons geen dank? Maar ik ga toch moeten doorfietsen naar Binance, aan de andere kant van die momentummeterband te zien. Bitcoin kan theoretisch gezien, maar pas op, we hebben hier een andere close hoor. We zijn geopend boven de bovenkant van de momentummeterband. Bitcoin zal hoogstwaarschijnlijk de levels gaan testen rond 21.000. Hetgeen dat we ook hebben eigenlijk uitgemaakt op onze lagere timeframe. Short dat we momenteel lopen hebben, straks daar meer over. Weerstanden. Op een maandgrafiek zitten we redelijk dichtbij momenteel. We hebben hier de start van downtrend bovenaan 25.311. Dan hebben we deze body, deze mag eigenlijk wegsteken, die mag hier komen. De body zit met een weerstand op 23.296. Hebben we gisteren netjes gehit. Logisch dat we hier ook een soort van zelf zien. En dan steunen. Wel, start van deze downtrend kan een tijdelijk steun zijn. Komt bijna overeen met de bovenkant van het momentummeterband. Goede entry is, of een goede DCA is 21.480. Dan deze week, deze kleine bearish candle die we hebben geëngolfd in zijn een bullish engulfing. 18.387, dan de orderblok soft top 17.165 en dan de start van de uptrend zelf 16.499 en dan de momentummeterband onderkant dan toch 12.974. Ik zeg niet dat we het gaan hitten, maar dit zijn technisch gezien logische targets. Als wij dan onze trading ranges erbij nemen, excuseer, gaan we op zoek naar Confluence? Ik zie geen Confluence, wel een goede. Excuseer. Nogmaals, dit is niet gekut. Puur, we kunnen het niet hebben. Is een tussenlevel 19.798. Ik neem hem in het achterhoofd, maar hang er niet super veel gewicht aan. En dan orderbooks komen wel met een zeer mooie Confluence. Hier vanaf 17.165 tot en met 16.499. Is het haalbaar, Stijn, om Bitcoin nog te doen dalen, zeg maar? Een goede 25% theoretisch gezien, zeker vast. Zelfs praktijk-wise gezien ook. Ik ga het opnieuw reflecteren op de BLX-grafiek, maar het kan tijd vragen. Waarom? Nou, ik ga nog even de momentummeterband erbij nemen. Telke maal we een buy-label krijgen. Hier hebben we een bullish engulfing geproduceerd. Daar ga ik mij op gaan baseren, zeg maar. Dan merk ik, kijk hier, we zien een bullish engulfing ontstaan hier met een buy-label. Als wij de bovenkant projecteren van de start van de downtrend, dan zie je dat we niet meer gevuld worden. Dus hier, bullish engulfing niet meer gevuld. Dan, volgende engulfing zit hier met het buy-label. Als we daar onze entries bepalen op die engulfing zelfs, als hier, dan zie je dat we netjes gevuld worden. Dus hier, een goede slaagkans. Volgende engulfing zit hier net voor het buy-labeltje. Vullen kon je hier op de wick, op start van uptrend. En dan zie je hier netjes gevuld, dus opnieuw een goede slaagkans. Dan zien we de volgende engulfing bij het buy-labeltje ontstaan. Als we daar naartoe heen kijken, dan zie je gevuld en gevuld tweemaal, eenmaal gevuld. Dus opnieuw een goede slaagpercentage dat we toch nog kunnen terug
tippen. Deze is niet geslaagd. Met andere woorden, nieuw bylabel, nieuwe engulfing. Waar kijk je zeker naar? Is een high probability dat die gevuld kan worden. Kijken we dus regionen 18.400, 18.500. Interessant, nietwaar? Zeer, zeer, zeer interessant vind ik het om waar te nemen dat wij met simpele monthly analyse toch een gedegen, goede, berekende kans kunnen terugvinden. Terug naar de Binance-grafiek, dat daar redelijk wat data staat. Momenteel geen project, excuseer dus op... De Binance-grafiek maakt op zich niet super veel uit. Orderblok zal de overlopen. Suts geven aan 16.500. Altimeter is nog steeds groeiend. Daar kunnen we niet super veel over geven. En dan ga je ook zien dat de VPVA ook in die regionen komt. Op zijn minst 21.400 tot en met 19.200. En als we wat meer candles geven, dan zie je dat de VPVA zelfs overeenkomt met 16.000. Ik ga het nog even uitschakelen. Met 16.000. Wat staat daar hier? Ik ga een beetje meer kuideltjes geven. Dan zie je dat we een groot slaagpercentage op dat Bitcoin eerst gaat dippen begin deze maand daar te vullen. Simpelder kan ik mijn monthly analyse niet houden. Weerstand zijn logisch, denk ik. En dan kijk ik vooral, als wij hebben getankt in februari, het hoogste doel voor mij is nu deze jongen hier, 37.155, weliswaar op de Binance Exchange. Dankjewel voor het kijken. Vind deze video leuk? Deel hem rond. Easy, super easy inzicht. Ik hoop dat je er iets mee kan doen. Groen is kopen, rood is verkopen. Dit is geen financieel advies. We love you all. Stay happy, strong and healthy. Tot de volgende video. Vergeet niet te liken en te delen. Dankjewel. Bye bye. Ciao. Joep.